jongens en meisjes, van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van onze dorpsraad. Als er nog mensen bij zijn die graag willen gaan zitten, hiervoor is nog plaats aan de tafel. Allereerst namens mijzelf iedereen de allerbeste wensen, die ik nog geen hand heb geschud. Bij deze, en wellicht kom ik straks nog even langs om iedereen nog even een hand te geven. Mij hebben ze gevraagd om deze avond voor jullie aan elkaar te praten voor de dorpsraad. En natuurlijk, als Marianne komt vragen, dan kan ik helaas geen nee zeggen. Dat is het mooiste van Marianne. Marianne, helaas ben ik afgelopen jaar gestopt bij dorpsraad. Maar toch zijn er allemaal dingen die jij nog doet. Allemaal netjes mailtjes versturen en alle mensen heel netjes benaderen. Dank je wel. En dat is misschien wel even om vast mee te beginnen. Een applausje voor Marianne Dreeser. Mij werd gevraagd om het kort te houden. En voor de mensen die mij kennen zal het niet meevallen. Maar ik zag net al iemand in het zwart en in het... dat scheelt toch, hè? Fluoriserend binnenkomen, meneer Van Pietje. Ik ben trouwens die lieve jongen uit de Koolzaadweg. Nee, inderdaad, anders had ik hier wel een zwart balkje gehad. Nee, sorry, ik zou mijn buurman niet verraden. Ik mag aankondigen. Jan die heeft een kort woordje voor jullie. Dames en heren, maak er aandacht voor. Jan van Leest. Mensen, het gaat allemaal niet meer zo moeilijk, niet makkelijk meer om hoog te stappen, maar we doen ons best. Ja, ik heet jullie allen natuurlijk van harte welkom namens de dorpsraad en de bestuur van de Bergplaats. Dit jaar doen wij dat voor het eerst samen met de Bergplaats, want die zijn ook prominent aanwezig. En dat is de bedoeling dat wij dus zometeen een dronk uitbrengen. Als het goed is, wordt nu champagne geserveerd. Sorry, ik wil jullie allemaal natuurlijk nogmaals een gelukkig nieuwjaar toewensen en zou zeggen proost op het komende jaar. Sorry. Bergen is ons aan het hart gelegen, bergen door al de jaren heen. Bergen kun je immers niet vergeten, bergen door al de jaren heen. Bergen kun je immers niet vergeten, bergen door al de jaren heen. We luisteren naar oude historie, op ons vaders en grootvaders knie. Wat er die hoge blokken bij je glorie, en ons te wonder hebben je toen niet. Dames en heren, mag ik jullie aandacht voor onze wethouder van, Berchem en Omgeving, Joop van Ossau. Allereerst wens ik u namens het college van burgemeester en wethouders natuurlijk een gezond en een heel gelukkig 2020. En ik hoop dat u de mijne ook toewenst. Maar goed. 2020 wordt in ieder geval een jaar om nooit te vergeten. Overigens net als 2019 was. Ik wil een paar hoogtepunten van 2019 toch even nog de revue laten passeren. Zoals het jubileumjaar van de Stichting Carnaval Berchem. We zijn verder gekomen met de invulling voor het centrumplan hier in Berchem. Natuurlijk Sint-Nicolaas die met de verlichte optocht meekwam. Prikkelarme kermis hebben we hier gehad. En er zijn nog tientallen, echt tientallen andere activiteiten hier in Berchem georganiseerd. En te veel om hier op te noemen. Ik zou het graag doen, maar ik kreeg van Jan maar weinig spreektijd. En ik hou me daar altijd bijna aan. Maar in ieder geval, die organisaties die al die activiteiten hebben georganiseerd, die verdienen een heel groot respect. Want Berchem bruist als nooit tevoren en daarvoor hulde namens BMW. Maar in 2019 zijn er ook een aantal dieptepunten geweest. Zoals bijvoorbeeld de uitkomsten van operatie Alpha. Het vertrek van een deel van de dorpsraad, waaronder de voorzitter. De brand bij Sillies. En wellicht het leed wat u persoonlijk heeft moeten ervaren in uw familie, vrienden of kennissen. Maar goed, 2020 wordt het jaar van de nieuwe kansen. En ik wil drie kansen eruit leggen
uitlichten. En dat zijn het centrumplan, de dorpsraad en het carnaval. Allereerst wil ik iets zeggen over het centrumplan. In 2020, dit jaar, gaan wij als gemeente stappen zetten. Na het besluit van de gemeenteraad om 36 appartementen te bouwen op het Bergsveld, gaan we dit jaar aan de slag om alle benodigde procedures te doorlopen. Het bestemmingsplan, de selectie van de aannemer, de beoordeling van het ontwerp van de bouw, het omgevingsplan en dat soort zaken kost echter helaas tijd. En we hopen dat in 2020 helemaal af te ronden, zodat in 2021, ik hoop altijd eerder, maar goed, in 2021 de bouw kan starten en ook afgerond kan worden. En behalve deze fase 3, hoop ik dat fase 2 in 2020, dit jaar dus, ook grotendeels afgerond kan zijn. En hopelijk kan ik volgend jaar hier zeggen dat we met betrekking tot de laatste fase, namelijk 1b, een heel eind gevorderd zijn. Kansen zien, kansen pakken. En ik zie kansen voor afronding van het centrumplan. En dan de dorpsraad. De dorpsraad is een onmisbare schakel tussen de inwoners van Berchem en het college van burgemeester en wethouders. Dankzij de adviezen van de dorpsraad, gevraagd en ongevraagd, kan de dorpsraad een grote invloed uitoefenen op besluiten welke genomen moeten worden. En zonder een goed functionerende dorpsraad doet Berchem zich tekort. Er was al een onderbezetting, maar onlangs konden de voorzitter en de secretaris aan te zullen stoppen. U allen bekend. En dat valt zeer te betreuren. Met Pieter van Hout hadden we een gedreven voorzitter met hart voor Berchem. En met Marianne Drezen een uitstekende secretaris met 14 jaar ervaring in de dorpsraad. En ik wil van deze gelegenheid toch gebruik maken om beide te bedanken voor hun inzet voor Berchem. We gaan ze missen. In ieder geval Pieter en Marianne, bedankt. De dorpsraad vergadert regelmatig in het openbaar. En wanneer er inwoners zijn, welke in zo'n vergadering opbouwende kritiek hebben, iemand ideeën willen aandragen of mee willen denken, dan is men altijd welkom bij de dorpsraad. Maar wanneer iemand alleen maar naar de openbare vergadering komt om te mouwen, te zeiken of mensen te beschadigen of de zaak op te naaien, dan is mijn advies: blijf dan thuis. Tot slot nog enkele woorden over het carnaval in Berchem. En ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ik begin met goede nieuws. En het goede nieuws is dat Prins Dave de Nieuwste het heeft gepresteerd om met zijn foto in de Ossequist te verschijnen. Wie is deze prins, was de vraag. Dus met de integratie zit het wel goed. Alleen jammer dat de organisatie van Ossequist bij de inmiddels bekend geworden antwoorden de verkeerde naam heeft vermeld. Ze dachten dat Geert-Jan de prins was. Ja, er is nog een dingetje om aan te werken. Overigens had Dave de Nieuwste op de foto wel een balkje voor zijn ogen. Dat dan weer wel. En dan slechte nieuws. Die hebben we ook. Kijk, het carnavalsmotto voor dit jaar voor Berchem is: samen blinken we uit. Maar dat gaat niet lukken, vrees ik. Want er is een probleempje. Nou ja, zeg maar gerust een probleem. En zoals het er nu naar uitziet, ja, kan het jeugdcarnaval geen doorgang vinden. Dus dat samen uitblinken, dat wordt gewoon niks. U weet namelijk dat onze burgemeester ieder jaar met carnaval de sleutels van Berchem overhandigt aan de grote prins en aan de jeugdprins. En die zijn dan 4 dagen de baas hier in Berchem.
Komend jaar zou dan aan Dave Nuursten aan zijn jeugdprins Rohan de sleutel overhandigd worden. Maar dat kan de jaar niet. Toen ik namelijk dinsdagavond met de afgelopen carnaval namens burgemeester Wethuis de sleutels van Bergen weer terug kwam halen, fopte de jeugdprins Jelle de Nuurste mij met een nepsleutel. En ik, als onschuldige, goedgelovige wethouder die altijd uitgaat van het goede in de mensen, had dat te laat in de gaten. En nu kan de burgemeester dus niet meer de sleutel van Bergen voor de jeugd overhandigen. Met als gevolg dat er gewoon geen jeugdcarnaval is. Ja, dat kan er niks aan doen. En ik moet erbij zeggen dat de afscheidnemende president Mark van den Heuven het liet gebeuren. Een mooi afscheid, zullen we maar zeggen. Maar goed, dames en heren, maak er gewoon een gruwelijk mooie avond. Kom bij jou inbreken. Ja, ik ben geen voorzitter hier, dus. Maar inbreken, ja, dat kunnen jullie wel. Fijn dat jullie er zijn. Nou, wat ons betreft kan het jeugdcarnaval gewoon doorgaan, hoor. Dus, ja, daar gaan jullie niet over. Nee, daar gaan we over. Maar. Ja, maar waar Theo heel goed mee begon, en daar sluit ik me helemaal bij aan. Als jij voor een slagroomtaart ergens naartoe gaat, dan laat je jezelf niet naar huis te sturen met een cake. Dat vergelijk, dat is eigenlijk hetgeen hoe dat je een wethouder misschien wel fopt. Maar je moet wel altijd waakzaam zijn, of in ieder geval opletten met hetgeen wat je meekrijgt. En je moet ook weten hoe dat hij eruit ziet. Jo, toch? Ja. Het is carnaval, hè? Dat is geen excuus, Nee, het zit namelijk zo. Jelle heeft jou misschien gefopt, maar ja, gezien ook het feit dat er in Os wel eens foutjes gemaakt worden, dat hebben we weer gezien met de Osse quiz, recent weer, hebben wij toch eigenlijk doen besluiten dat we die sleutel niet zomaar aan iedereen meegeven. En ja, je bent dan toch een buitenbergse, joh. Ik heb hier op school gezeten. Ja, dat was vroeger. Maar, zoals het ons betaamt en zoals wij ook redelijkerwijs zijn, als Geert-Jan en ik, Adjudant en ik iets vergeten om mee te geven aan de jeugdraad, en daarmee bedoel ik, op het moment dat wij een uitdrukking hebben, dan hebben wij altijd onze medaille om, onze handreiking van de jeugdraad. Hebben wij deze niet om, dan moeten wij trakteren op KitKat. KitKat aan de jeugdraad. Dus, Joop, ik wil jou eigenlijk adviseren, als jij nou zorgt dat de hele jeugdraad getrakteerd wordt op KitKat, dan zorgen wij dat de sleutel weer terug in jouw bezit komt. Dat lijkt mij geen probleem, want ik zal jullie namelijk iets vertellen en Frank weet het. Thijs van Kessel, hè, jullie een andere wethouder, de jongste, je hebt op zijn kamer het zonnepot staan met allerlei marsjes, KitKat, Twix en al dat soort spul meer. Dus ik hou daar gewoon bij Thijs Zalik uit zijn ding. Kijk mensen, om aan te tonen dat wij hem echt in ons bezit hebben. En maar, zo maar ziet hij er een foto van. Want, En zo ziet hij eruit. Dus ik zou er graag een foto van maken. Zeker voor jouw archief, Joop. Op het moment dat wij KitKatjes krijgen, zorgen wij dat deze sleutel weer terug in jouw bezit komt. Maar dat moeten we wel doen voordat de burgemeester. Zeker, dat komt in orde. Joop. Ik ga het regelen. Super. Dat brengt ons ook meteen bij de volgende spreker. Hij is de voorzitter van de beheerstichting van de bergplaatsen al hier. Mag ik jullie aandacht en een applaus voor Peter van Ekelen. Dames en heren, de bergplaats. Nou, we hebben eigenlijk een leuze bij de bergplaats, hebben we dat maar pas verzonnen. Het heet, wij zijn graag de Bob voor iedereen.
klinkt sterk, hè? Je schrijft het anders. Dat is de Bergse ontmoetingsplaats. Dat is anders geschreven, maar... De Bob voor iedereen. Dat zou ontzettend mooi zijn. Ten eerste wil ik namens het bestuur van de Bergplaats u allemaal een heel gelukkig, voorspoedig, een succesvol en vooral een gezond 2020 wensen. We zijn blij dat u allemaal weer kunnen ontvangen in de Bergplaats voor deze nieuwjaarsbijeenkomst, georganiseerd door de Dorpsraad, zoals vermeld, waarbij we getracht hebben als Bergplaats ook ons steentje bij te dragen. De nieuwe Bergplaats, die staat er nu ruim 6 jaar en heeft ook een ontwikkeling moeten doormaken. De overgang van de oude Bergplaats naar de nieuwe Bergplaats was voor onze verenigingen een behoorlijke overstap. Nieuw gebouw, nieuwe ruimtes, nieuwe afspraken, nieuwe prijzen. Die moesten we allemaal aan wennen. Ik zie Sjaak van de Heuvel ja knikken. Het was een hele overstap. Zo'n 1,5 jaar geleden is de familie Van Dijk gestopt met de horeca-exploitatie in de Bergplaats. Weer een verandering. De bezoekers en de verenigingen van de Bergplaats moesten ook daar weer aan wennen. Horeca Van Dijk was al 2 generaties lang het bekende gezicht en ook dat moest hier weer opnieuw ingevuld worden. We hebben het gevoel dat het steeds beter gaat lukken en we hopen dat u als bezoeker dat ook zo ervaart of nog gaat ervaren. Maar dat is niet vanzelf gekomen. Ik wil daarvoor mijn dank uitspreken naar onze locatiemanager, Maria van der Heijden, die zich al jaren tomeloos inzet voor de Bergplaats. Aan al onze bestuursleden van Stichting de Nieuwe Bergplaats, die er geheel op vrijwillige basis heel veel tijd in stoppen om de Bergplaats zo goed mogelijk te exploiteren en succesvol te laten zijn. En last but not least aan al onze vrijwilligers. Op dit moment hebben we meer dan 50 vrijwilligers, en dat is bijzonder, die elk op een eigen manier een bijdrage leveren aan de exploitatie van dit mooie huis. We denken daarbij aan de activiteitencommissie, de decogroep, de kinderactiviteitengroep, de mensen die de zalen steeds opnieuw inrichten, enorme job om te zorgen dat hier morgen weer dansers kunnen staan en dan weer 300 mensen aan tafel kunnen zitten, onze fotografen, ICT'ers, mensen voor de techniek, zoals Marcel en nog anderen, klusjesmannen, kantoorondersteuning, gastvrouwen, gastheren en horecamedewerkers. Meer dan 50 in totaal. Dank aan al deze vrijwilligers en medewerkers van de Bergplaats. En dank aan u allen als regelmatige bezoeker of gebruiker van de Bergplaats. Bij de gemeente Os, en dat is een ander aandachtpunt, daar staat de Bergplaats geregistreerd als aandachtlocatie. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat het financieel nog niet helemaal draait zoals het zou moeten draaien volgens de gemeente. Het uitgangspunt is dat we de exploitatie op nul kunnen laten uitkomen, dus we hoeven zeker geen winst te maken. Maar het verlies moet ook niet al te groot zijn, want dan moet de wethouder van Financiën daar ook weer iets voor vinden om dat goed te maken. Toch hebben we ook hierin stappen gemaakt in het afgelopen jaar. De gemeente heeft het huurtarief voor de Bergplaats aangepast, waarvoor onze dank. Daarmee kunnen we weer vooruit. Hierdoor kunnen we voor een redelijk tarief onze ruimtes blijven verhuren aan de Bergse verenigingen en ook activiteiten blijven organiseren en daarmee het maatschappelijk belang dienen. En mede door de enorme inzet van alle genoemde vrijwilligers en onze locatiemanager hebben we het exploitatietekort zelf ook kunnen verkleinen weer in het afgelopen jaar. We ervaren een positieve benadering door de gemeente, het gemeentebestuur en hun medewerkers van het vastgoed in zaken de dorpshuizen en de MFA's. Onder andere door het regelmatig organiseren van bijeenkomsten van het domein ontmoeten, waar alle dorpshuizen en buurthuizen in de gemeente Os met elkaar in gesprek komen en ervaringen kunnen uitwisselen, waarbij we ondersteund worden door medewerkers van de gemeente en ondersteunende organisaties zoals het heft. Toch blijft het punt laagdrempelig ontmoeten, want daar gaat het nu over, vooral dit jaar, inhoudelijk wel om aandacht vragen. De grote vraag en ook uitdaging zal steeds blijven hoe we een balans kunnen vinden tussen de maatschappelijke functie van de Bergplaats als dorpshuis en ontmoetingsplaats enerzijds en de kosten voor de gemeente anderzijds. Om daarvoor nou specifiek voor Bergen een zo goed mogelijke invulling te kunnen vinden,
hebben onlangs een aantal mensen benaderd en bereid gevonden om onder de naam Vrienden van de Bergplaats met ons mee te denken en te brainstormen over dit vraagstuk. Met als doel om de Bergplaats echt het dorpshuis en maatschappelijk hart van Berchem te laten zijn. De plaats om elkaar te ontmoeten en met volop mogelijkheden voor onze verenigingen om met elkaar, voor elkaar en voor alle inwoners van Berchem mooie, leuke en interessante activiteiten te ontplooien. Vrienden van de Bergplaats bestaat uit een groep van 11 mensen die op een of andere manier nauw betrokken zijn bij het maatschappelijk leven in Berchem. En ik wil ze hier even noemen. Ad Verhagen, Gerard Broers, Jacob-Peter Hooiveld, Joop Verhoeven, Joris Bruks, Jos Verstegen, Mark van Gaal, Rini van Rodijnen, Suzanne Broek van den Oever, Trifon Roelofs en Willeke Verhagen. De meeste van hen zijn hier aanwezig en ik wil jullie hartelijk danken, vrienden van de Bergplaats, om samen met ons te willen meedenken over de toekomst van de Bergplaats als dorpshuis en ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Berchem. Namens het bestuur van de Bergplaats wens ik u allen een prettige voortzetting van deze nieuwjaarsbijeenkomst. En hopelijk ontmoeten we elkaar nog heel vaak hier in de Bergplaats. Dank u. En inderdaad, zoals Peter al zei, om het allemaal leefbaar te houden hier in het mooie Berchem, in de Bergplaats. Kom hier geregeld. Al kom dan maar even langs, hier even binnengelopen om een glaasje drinken te pakken. Een kleine anekdote, mop van Marjan, even tussendoor. Ik was hier pas en ik denk, ik ga lekker een glaasje drinken pakken bij Frits aan de bar. Ik zeg, Frits, en er zat denk ik een man of 20 aan de bar. Ik zeg, Frits, doe maar even gauw een rondje van ikke. Toen zei Frits, het is een rondje van mij. Ik zeg, nou, dat vind ik ook goed, Frits. Oké, ik ben nooit op rondzitting geweest. Om er overigens ook meteen nog even een klein beetje reclame voor te maken voor de pronkzitting in de sporthal op de Ossenweg. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Even op internet kijken. En het zijn ook nog hele mooie plaatsen. En dan zijn jullie ook alle van harte welkom bij onze mooie pronkzitting van City Carnaval Berchem. En dat brengt mij bij de volgende spreker. Ze zijn hier ook met enige regelmaat om gelukkig om muziek te maken. Mag ik jullie aandacht voor de voorzitter van Harmonie Concordia, muziekvereniging Harmonie Concordia, Robin Kouwenberg. Dankjewel Theo. Goedenavond allemaal. Allereerst namens mij en namens bestuur en alle leden van Harmonie Concordia wens ik jullie ook een heel voorspoedig, gelukkig, gezond en natuurlijk wat ons betreft een jaar met veel muziek. Nou, eigenlijk zien jullie op deze eerste sheet al, ik stel me voor als voorzitter van Harmonie Concordia, maar we zijn in ontwikkeling. Harmonie Concordia zal heel binnenkort zichzelf niet meer Harmonie Concordia noemen, maar Muziekvereniging Berchem. Ik ga jullie een vogelvlucht zo meteen meenemen in wat dat betekent voor ons en voor het dorp. En wat jullie daarvan kunnen gaan zien de komende jaren eigenlijk. Maar er ligt moois in het verschiet in 2020. Deze krijgen jullie als eerste. Niemand heeft dit nog gezien. Hij is hartstikke vers. We hebben een logo gemaakt, ontwikkeld, samen met iemand van de twee is vandaag ook in de zaal. Ik zie hem zo even niet meer. Rini van Rodijnen, daar zit hij. En Paul van Oostraat, die hebben ons hierbij geholpen. Een mooi nieuw logo te ontwikkelen, modern, wat recht doet aan onze doelstelling. Aan Muziekvereniging Berchem is, alle instrumenten zijn welkom. Jullie kennen van Harmonie Concordia dat we een orkest hebben, een harmonieorkest en een slagwerkgroep. Waar natuurlijk een beperking is in het aantal instrumenten. Nou, we zijn de afgelopen tijd hebben we al een voorschot genomen. We zijn druk bezig met de scholen om ook lessen te geven in gitaar en piano. En doordat er verschillende instrumenten kunnen toetreden tot die vereniging, ontstaan er ook verschillende muzikale groepen. Ik zei al, we hebben een harmonieorkest, we hebben een slagwerkgroep, we hebben een ensemble, maar we gaan ook een combo ontwikkelen. We zijn bezig met het opstellen van een samba band. En natuurlijk blijven we ook optredens, concerten en daar staat evenementen verzorgen. Ik had het al even over
die verschillende projecten. Dus er zijn wat dingen afgevallen die jullie niet meer van ons zien, die we van oudsher deden. Maar er zijn ook wat dingen bijgekomen. Misschien hebben jullie op Berg en Bruist deze al gezien. Onze muziektuin, bedoeld voor de allerkleinste onder ons om kennis te maken met muziek, met geluid. Overal zit muziek in. Maar hier hebben we een mooie muziektuin neergezet, volledig in eigen beheer. Je ziet daar potten, pannen, laarzen, blokken hout zelf gemaakt, xylofoons, buisklokken, steeksleutels in een mooie melodieuze klank. En dat zetten wij op verschillende evenementen in het dorp neer, evenementen van ons, maar ook andere evenementen, zodat kinderen daar gewoon vrijblijvend gebruik van kunnen maken en kunnen ervaren van god, dat is toch wel heel leuk om te doen. Daarnaast hebben we er op de scholen, bij de scholen in Berchem, twee staan, waardoor zij de kinderen daar in de speelkwartieren, op de speelmomenten, gebruik van kunnen maken. Gewoon als extra om kennis te maken met wat muziek is. Een nieuwe rol die we voor onszelf zien als muziekvereniging Berchem. Een tweede is dat we wat prominenter op Koningsdag ook een brede doelgroep aanspreken met kennis laten maken met muziek, workshops. Allerlei opdrachten van wie krijgt er überhaupt geluid uit een trompet, wie blaast er langs de toon. Het muzikaal kerstverhaal, dit jaar voor het vierde jaar geweest. Dit jaar Assepoester gespeeld en volgend jaar zullen we het ook zeker weer doen. We denken een moment in het dorp waar we iets kunnen toevoegen vanuit onze rol. In het kader van muziek, maar ook in het samen zijn, het verbinden, hè, dat komt weer terug in die visie. Rondom de kerst. Wanneer gaan we dat nou precies doen? We hebben het er al lang over. We hebben er ook 5 jaar voor uitgetrokken om te zeggen van nou, dan hebben we de doelen die we gesteld hebben, willen we dan voor een groot deel bereikt hebben. Maar tot die tijd gaat er heel veel gebeuren. En het eerste, ik gaf het al even aan, gebeurt dit jaar, op zondag 17 mei 2020. Dan lanceren wij officieel Muziekvereniging Berchem. En dat doen wij door een evenement in het dorp, wat we hopelijk niet eenmalig, maar vaker kunnen gaan doen. Wat we noemen muziekfestival achter de voordeur. Dat betekent dat wij in heel het dorp op unieke locaties, we noemen het hier concertzalen, bewust tussen haakjes, door heel Berchem muziek willen laten horen. Lokaal talent, we zeggen het nou in ieder geval, een verbinding met Berchem is mooi. En daar komen we ook weer terug bij die oorspronkelijke visie. Muziek kan dan op alle fronten, in alle samenstellingen, als het muziek is, het kan een solist zijn, het kan een trio zijn, het kan een orkest zijn, het kan een band zijn, noem maar op. Op elk willekeurig instrument moeten mensen zich daar kunnen laten horen. Die locaties, daar zijn we naar op zoek. We hebben in onze brainstorms over dit evenement allerlei locaties al voor de geest gehaald. We dachten, wij gaan er niet actief naar op zoek. Wat brengt nou meer verbinding tot stand als de vraag stellen van joh, heb jij een leuke locatie? Ken je een leuke locatie? Zometeen delen wij wat flyers uit waar precies op staat hoe je je kan melden. Als huiskamer, als locatie of als muzikant. Denk je van, nou, ik heb een geschikte plek, ik zou het leuk vinden als op zondagmiddag 17 mei mijn huiskamer, mijn tuinhuis, mijn atelier, noem maar op, een van de locaties is voor dit muziekfestival. Dan kun je je aanmelden via onze website, die al muziekverenigingberchem.nl heet. Hij is nieuw en in ontwikkeling, maar je kan je al aanmelden. En je kan je ook aanmelden als je muziek maakt en als je het leuk vindt om mee te doen. Dan zijn we ook op zoek naar nou, iedereen die een verbinding heeft met het dorp en het leuk vindt om mee te doen. En daarmee denken we dat we een evenement kunnen creëren waar laagdrempelig iedereen op de zondagmiddag de deur uit kan. Ik wou zeggen zijn jas aan kan trekken, maar 17 mei, misschien heb je je jas al niet meer nodig. En waar wij ervoor zorgen dat er over de dag heen een gevarieerd programma met muzikale diversiteit zal worden neergezet op interessante plekken in het dorp. En we hopen daarmee een leuk evenement neer te kunnen zetten wat tot in de lengte der jaren een vervolg kan krijgen. En bij deze hebben jullie als eerste
van dit evenement gehoord en hoop ik dat ik jullie aan het denken heb gezet. We delen zo meteen wat flyers uit en jullie gaan ongetwijfeld het komende jaar veel van ons horen. Ik hoop dat we elkaar gaan zien op een van onze evenementen, muzikale evenementen en anders gewoon in het dorp. En laten we met z'n allen een mooi jaar van gaan maken. Dank jullie wel. Ontzettend mooi, Vroeger, dankjewel. 17 mei, het is onbeleefd als iemand tegen je praat, vind ik altijd, om dan op de telefoon te gaan zitten kijken. Ik zag net ook dat niemand het deed. Je mag er nou gewoon even je telefoon bijpakken. Agenda openen, 17 mei, erin schrijven. In de agenda, denk ook weer tegen die dag, vrij moet houden. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Na dit geweldige stuk muziek. Ja? Heel geweldig. Ja, ik vind het namelijk een heel prachtig stuk muziek. Het is Zarathustra van Richard Strauss. Zal ik wat even zeggen, dan weet ik ook iets. We gaan ook een geweldig iemand, onze Willy Brothers, toekennen. En ik denk dat deze man het wel verdiend heeft. Als ik hier het lijstje oplees, wat ik dus allemaal. Wat hij allemaal gedaan heeft, nou, dan ga je haren recht op rij staan. Zo goed allemaal bij jou. Het begint met redactie Trefpunt. Vele jaren geleden de Dorpsraad ondersteund bij het organiseren van de nieuwjaarsontmoetingen en tevens als ceremoniemeester. Hij zat in de redactieraad van TV Bergen en heeft veel mensen geïnterviewd. Tientallen jaren lid van het organisatiecomité van de 10 van Bergen. Begint er al iets te dagen bij de persoon? Ja. Zo zat, even kijken, ja. Zat jarenlang in het regionale bestuur van de Zonnebloemregio Os. Ceremoniemeester bij diverse evenementen in Bergen, zoals bij Bergen Bruist. Secretaris bij Rigom gecoördineerde oude werk Bergen. Ouderadviseur bij Rigom. Lange geleden actief geweest bij diverse verenigingen zoals voorzitter. En penningmeester bij het Wit-Gele Kruis. Penningmeester van de tennisclub. Lid van de woningcommissie, woningadviescommissie van de gemeente Berchem. Penningmeester van de stichting Incidentele Sociale Hulpverlening. Buiten verenigingsverband heeft hij jarenlang belangeloos belastingformulieren ingevuld voor tientallen ouderen en ook geholpen met diverse andere brieven, formulieren, jarenlang dag en nacht de zorg gehad voor een aantal ouderen die alleen waren. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, ja, bijna 1000 huwelijken gesloten. Ja, dat klinkt heel veel, maar dat is ook zo. Hij heeft ook een aantal mensen dus aan elkaar verbonden. Inzet bij de vrijwillige politie gedurende 32 jaar. Eenmaal per jaar vrijwilliger bij Prota, platform Regio Os tegen armoede. Interview mensen in de Wilberthof voor de tweemaandelijkse rubriek uit de fotoalbum in de Wilbert Courier. Ook bij de kerk actief, vaak diensten bij de dagmis en kerstmis. Vanuit de herfstzon contact met pastoor over het onderhoud van de kerkhof. Dit zijn een aantal dingen, we kunnen nog wel even doorgaan. Maar ik denk dat het op dit moment al voldoende is om deze Willy Brothers, die hier staat, toe te kennen aan een uniek persoon, ja, die wij zeer waarderen en waar ik dus de gelegenheid voor heb om nu die Willy Brothers uit te reiken. Ja, en ik zeg, kom naar je toe, Henk. Ja, het is onze Henk. Boeien. Ja. 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 Ja
Het is wel een stukje uit met de hoofd. Ja, dankjewel. Voor jou, kijk eens. Dat is de bedoeling. Ja, bedankt. Dames en heren, mag ik jullie heel even aandacht? Henk, we hebben een hele speciale verrassing voor jou. De mensen die staan allemaal in de rij, zullen direct om jou te feliciteren. Maar ik wil vragen dat jullie even plaats willen maken dat Henk het scherm goed zou kunnen zien. Goedenavond. In Tokio, het is hier 5:30 ochtends, maar ik wou deze kans toch aangrijpen om als een van de eerste Henk Boeien te feliciteren met zijn zilveren Willy Brothers. En natuurlijk Irma, Laremé en Jenny en Bassie, kun je erachter zitten. Allemaal gefeliciteerd, jullie hebben het ook samen gedaan. Toen ik een paar weken geleden te horen kreeg, heel geheim dat ik dat hier de Willy Brothers uitgereikt ging maar aan Henk. Toen dacht ik, heeft hij die niet al? En als je de hele lijst hoort van wat hij allemaal doet, dan denk je ook van, die had hij niet al lang kunnen hebben, maar hij heeft hem nou in ieder geval. Dus zoals ik al zei, dus van harte gefeliciteerd. Je bent al heel vaak gedecoreerd, lid in de Orde van Oranje Nassau, ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dus ik dacht, als ik dan in Tokio ben, dan moet ik daar iets met keizer overheen doen. Dus mijn gedachte was om naar het keizerlijk paleis te fietsen en daar een opname te maken. Maar Tokio blijkt dan toch wel erg groot te zijn en dan moet je nog zeker een uur fietsen weer naar kunnen komen. Dus dat hard waait, dus dan hoor je waarschijnlijk aan de geluidskwaliteit helemaal niet. Maar het ging eigenlijk even om de symboliek, hè, want ik dacht dat ik al heel veel dingen wist die jij zo gedaan hebt, Henk. Maar die lijst die is toch wel gigantisch groot. Dus een beetje half berg met ons getrouwd, als ik het zo begrijp. Eigenlijk sta je gewoon aan de basis van die hele gemeenschap hier. Ik vind het extra leuk dat ik hier even iets mag vertellen, omdat wij ruim 2 weken geleden hebben wij jouw erelid gemaakt van bergen.nl. En de aanleiding was eigenlijk dat je zei, ja, ik kom op een bepaalde leeftijd dat ik het stokje wil overdragen aan anderen. En daar kunnen wij natuurlijk na al die dingen die jij gedaan hebt alleen maar begrip voor hebben. Maar het idee dat jij lid af zou worden van bergen.nl, dat was net even een stap ver van ons. Dus we dachten van, we maken jou gewoon erelid. Op die manier blijf je toch verbonden aan onze club. Want ik snap niet hoe je dat allemaal hebt kunnen doen, als je die hele lijst hoort. Maar je bent ook al meer dan 20 jaar vanaf de start, vanaf de website betrokken bij ons. Je bent vanuit het trefpunt, waar je toen ook heel actief in was, ben je eigenlijk meteen heb je de stap gemaakt naar de nieuwe media. En we hebben ook heel lang het trefpunt op onze website kunnen publiceren. Je hebt in al die jaren heel veel vrijwilligers die bij ons actief zijn aangebracht, zoals dat al heet, uit jouw netwerk. We kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken, dus hopelijk blijf die rol nog een beetje vervullen. En verder denk ik gewoon dat ik het niet lang moet maken, want iedereen wil jou feliciteren. En jullie moeten gewoon proosten op jouw familie en op het nieuwe jaar 2020. Dus ik zou zeggen, maak er nog een mooie avond van. Ik heb helaas geen bier zo vroeg op de morgen, maar wel komt niet.
Dus proost op het nieuwe jaar en maak er een mooi feest van.